100 jaar geleden begon de Eerste Wereldoorlog. En gooide het leven overhoop van talloze mannen, vrouwen en kinderen. Hun belevenissen legden zij vast in vele brieven en dagboeken. Want voor het eerst in de geschiedenis kon bijna iedereen lezen en schrijven. Zoals een Frans meisje uit een dorp in de buurt van Verdun. De 11-jarige Émilie Bonnet. Bijna was het zover. Nog even en de oorlog was afgelopen. Dan was deze verschrikkelijke tijd eindelijk voorbij. Niet alleen Émilie en haar broers wachten op het einde van de oorlog. Overal in Europa wordt afgeteld naar de wapenstilstand. Op 11 november 1918 stopt het vecht. Precies om 11 uur. Voor het eerst in 4 jaar en 3 maanden luiden in heel Europa de kerkklokken weer. Duizenden en duizenden mensen overspoelen de straten van Parijs, Londen en New York om te dansen en te zingen bij een van de vele straatorkesten die spontaan gaan spelen. Veel mensen hebben tranen in hun ogen van alle emoties. Ze zijn zo blij en opgelucht dat ze geen woord meer uit kunnen brengen. Alleen maar gillen, springen, lachen en zoenen. Maar niet iedereen. Zonder het hardop te zeggen, hopen we alle drie hetzelfde. Dat papa om klokslag 11 uur weer binnenkomt. Als door een wonder. En dat alles weer gewoon wordt. En maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ik probeer blij te zijn. Of opgelucht. Hier hebben we het toch zo naar verlangd? Het einde van de oorlog. Het mooiste moment van ons leven zou het worden. Ja. Voilà. C'est fini. Maar ik ben leeg van binnen. Ik voel helemaal niets. In mijn kop gaat de oorlog gewoon door. Nog nooit in de geschiedenis heeft een oorlog zoveel schade aangericht. Hele dorpen in België en Noord-Frankrijk zijn van de kaart geveegd. Eeuwenoude kerken en kastelen zijn voorgoed verdwenen. Net als miljoenen mensen, studenten. Arbeiders, dokters, leraren, kappers, allemaal dood. En wie de oorlog wel overleefd heeft, is vaak somber door alle verschrikkingen. En kan maar niet wennen aan het gewone leven. De wereld is voorgoed veranderd. Émilie! Émilie! Faut que tu m'aides. Ah bah, j'ai encore lâché. Les Allemands, oui! Les Allemands, ils sont là! Comment est-ce possible? On a gagné, pas vrai? Ils ont dit ça tellement de fois. Het vechten is nou wel gestopt, maar er moeten nog afspraken gemaakt worden over de vrede. En daar heeft de Amerikaanse president een paar goede ideeën voor. Een volkenbond bijvoorbeeld, waarin alle landen zijn vertegenwoordigd. Die moet voortaan de onderlinge ruzies oplossen voordat ze uit de hand lopen. Maar het is de vraag of vrede wel mogelijk is, na 4 jaar bittere strijd. Quelqu'un? Elle n'est pas là. On est venu pour vous aider. On vous amène un prisonnier de guerre. Peter Fuchs, allez. Allez, plus vite. Mais c'est un soldat aimant?
Eh oui, ils ont tout mis sans dessus-dessous dans notre pays, alors c'est à eux de nettoyer. Mais ils pourront nous tuer? Alors on l'aura promis. Mais là, ça serait trop tard pour nous. Bonjour. Bonjour. Madame Bonnet? Oui. On vous amène un prisonnier de guerre pour vous aider à nettoyer. Ah. Maman, dis-leur de le reprendre. On veut pas de lui. Oui, on veut pas de lui. Reprenez-le. Maintenant. On est pressé, madame. Au revoir. Allez, en avant, marche. In de oorlog zijn miljoenen soldaten gevangen genomen. En na de wapenstilstand mogen ze allemaal weer terug naar huis. Allemaal, behalve de Duitse gevangenen. De Fransen zijn zo boos over de verwoesting van hun land dat zij hen vasthouden. De meeste in grote kampen, maar sommige bij Franse boeren thuis. Daar mogen ze voor straf meehelpen met het opruimen van alle schade en het repareren van huizen en wegen. Loopgraven moeten ze dichtgooien en kilometers prikkeldraad weghalen. Vreselijk werk, want overal liggen nog onontplofte bommen en talloze lichamen. Je ne sais pas, ma puce. Ça serait pas formidable si c'était papa? Lucien, d'où tu sors cette idée? Mais on serait à nouveau tous les cinq. Ça serait comme s'il n'y avait rien eu. Mis à part que mon père était beaucoup plus petit, qu'il avait les yeux marrons et parlait français. Maman, regarde, il veut caresser Nounours. Est-ce qu'il va toujours rester avec nous, maman? Oh, Lucien, ça suffit, entre. Tu lui as pas donné à manger, hein? Non, bien sûr que non. Non. Qu'est-ce qui ne va pas? Le chandail. Léa, papa. Alle landen die hebben meegevochten komen naar Parijs om te praten over de vrede. Echte vrede in Europa is volgens de Fransen alleen mogelijk als Duitsland zo klein en zwak wordt gemaakt dat het nooit meer kan aanvallen. Daarom eisen de Fransen stukken grond van Duitsland en een hoge boete die het Duitse volk nog jarenlang moet betalen. Zolang de Duitse regering deze eisen niet accepteert, blijft Engeland alle schepen tegenhouden die naar Duitsland willen varen. En Frankrijk laat de Duitse krijgsgevangenen niet vrij. Die krijgen het gevoel dat ze door iedereen zijn vergeten. Rien nous compte à être tué. Qu'en penses-tu? Beaucoup. Sinon, il ne serait pas ici. Et papa aussi? Qui sait? Tu crois qu'il y pense? Qu'il a tué tant de gens? Que ça l'empêche de dormir? Non, les Allemands ne sont pas comme ça. Ils n'ont pas des sentiments, comme nous autres. Mais il a un père et une mère. Ne les aime-t-il pas? Qu'est-ce que tu crois? S'ils se souciaient de leur famille, est-ce qu'ils auraient commencé cette guerre? Ils ont tué des enfants. Si tu fais ça, ce n'est pas possible d'avoir un cœur. Bon. T'as mangé. Lucien, tu sais qu'est-ce qu'il a fait à des enfants comme toi? Non.
Jette ça, immédiatement. Il a travaillé toute la journée. Il a probablement très faim. Lucien ! Tu peux aider les Allemands ? Non. Alors jette ça, tout de suite. Non, je vais le rapporter à maman.